De bekendmaking en awarduitreiking Vriendelijkste Handelaars 2016 uit de Kuststreek ging door op woensdag 15 maart 2017 in feestzaal OnePlus te Middelkerken. Zowel handelaars als burgemeesters en schepenen waren die avond van de partij. Zij mochten hun acties en gemeenten promoten. Wat de aanwezigen zeker konden appreciëren waren de vele tips en de informatie omtrent online marketing. Ze kwamen bijvoorbeeld te weten hoe ze meer kwalitatieve likes op een Facebookpagina kunnen krijgen voor hun zaak, hoe ze best aan content marketing doen, hoe een webshop wordt opgestart enzovoort. Luc Verheijden, zaakvoerder van handelsgids.be, vertelde ook wat de toekomst zou brengen. Na de bekendmaking van de Vriendelijkste Handelaars 2016 kon men genieten van een gezellige netwerkavond met lekkere hapjes. Aan de reacties van de aanwezigen kon je afleiden dat het een geslaagde avond was. We overlopen enkele getuigenissen. Ik vind dit een zeer goed concept eigenlijk. Niet alleen de Vriendelijkste Handelaar, ook voor onze klanten eigenlijk. Is dat een leuk initiatief? En dat is voor de handelaar uiteraard leuk om als Vriendelijkste Handelaar verkozen te worden. Hè? Ik vind dat een heel leuk gegeven, omdat je op die manier toch wel aan je klanten kunt tonen dat je genomineerd bent of dat je de Vriendelijkste Handelaar van je gemeente bent. En dat geeft toch wel een extra boost aan jezelf en ook aan de zaak. En het geeft aan mij persoonlijk heel veel voldoening om te weten dat de klanten mij echt wel appreciëren. Ja, ik vind dat heel goed. Er zouden er heel wat meer moeten nog meedoen of heel wat meer moeten inschrijven. Alle mensen die hier zijn, zijn uiterst tevreden. Ze vinden het ook een reclame voor hun zaak en verdient. Want iedereen gaat graag waar je vriendelijk ontvangen wordt. Handelaars moeten zich onderscheiden en zeker ten opzichte van ketens. Zeker de kleine zelfstandigen, zoals we dat altijd zeggen. En ik denk dat er twee zaken zijn: goede kwaliteit en klantvriendelijkheid. En ik denk dat jullie daar vlot op inspelen met die Vriendelijkste Handelaar. Het was de eerste keer dat we er eigenlijk echt actief aan deelnamen. En we gaan zeker nog actief deelnemen. Ja. Ik vind dat een heel goede zaak. Zeker ook naar onze klanten toe. Dat vind ik wel een leuk concept, dat je dan een keer extra reclame daarmee kan maken, ook zelf op Facebook en zo. Dat de mensen een keer zien van, oh, je bent genomineerd en ja, dat vind ik wel leuk. Ja.